Deze studenten van de hogeschool hebben net tentamen gehad en hebben wel zin in een vitaliteitscheck. En hoe ging het? Best wel goed, ja. 67, ja. En ik ben verzuurd, dus daar ben ik trots op. Ik heb het wel eens eerder gedaan. En toen was ik niet verzuurd en dacht ik van, ik kan wel meer. Ik weet wel heel veel over mijn gezondheid, maar ja. Een paar extra dingen is altijd grappig. Ben je er veel mee bezig? Ja, dat zeker. Ik sport heel veel en eet heel gezond. Let daarop. Dus ja. Steeds meer mensen zijn bezig met hun gezondheid en daar speelt dit vitaliteitsevent op in. Want het kan altijd nog beter, is het idee. De bedoeling is dat wij met dit vitaliteitsevent alle mensen die in deze regio wonen meer laten zien hoe belangrijk vitaliteit is. Wat ondernemers te bieden hebben om je te helpen om vitaler te kunnen worden. En om ook geïnformeerd te worden over vitaliteit. En dus kun je bijvoorbeeld je glucosegehalte laten meten of kennis maken met de nieuwste techniek om de flexibiliteit van je nekwervels te testen. En wat hij doet is dat hij in dit sterrenstelsel sterrenbeelden unlockt. Ja, en dan kijk je weer recht vooruit. Is het een trend, zo bezig zijn met je gezondheid? Ja, we willen wel dat de maatschappij, de samenleving, toch gezonder wordt. En want gezondere mensen betekent ook dat de zorgkosten omlaag kunnen. Dus ja, het is een win-win situatie voor iedereen. De mensen die gezonder zijn en voor de overheid dat ze minder zorgkosten hebben. Dus met uw gezondheid? Redelijk goed. Er mag nog wel iets af. Maar ik beweeg voldoende. Ik eet volgens mij prima. En ik voel me nog steeds vitaal. Wie meer wil weten over hoe vitaal je bent en hoe je dat kan blijven, kan terecht op de website centrumvoorvitaliteit.nl.